2023 zitten we erop en dat betekent dat we met z'n allen weer gaan kijken naar de beste bankzittersmomenten van dit jaar. En dit jaar is een hele speciale editie, want we gaan jullie door het jaar nemen aan de hand van een aantal awards in 10 verschillende categorieën. Dus jullie kunnen ook in de prijzen vallen. Wij met z'n allen kunnen in de prijzen vallen. Of mensen die bijvoorbeeld mee hebben gewerkt aan onze video's, die kunnen ook in de prijzen vallen. Een van de categorieën is bijvoorbeeld leukste grap van 2023. Nou, wie heeft de leukste grap gemaakt in een bankzittersvideo in 2023? Kom maar eens ophalen. Ja, leuk. Ja, ik vind het leuk. Laten we eerst kijken naar een kleine compilatie van leuke grappen en daarna de genomineerde van de meest geniale leuke grappen van dit jaar. Ligt dat nu gebeurt er iets waarvan ik denk, wat is dit? Nee, er gaat er ook iets van de film. Alles gaat weer fout hier. Mensen, er gaat iets helemaal fout. Krijgen we nou toch weer? Wat is dit nou weer? Film spelen. Ja, laten we kijken. Het geluid er niet. Die wordt... Hoe kan dat nou? 1 seconde geleden deed ik het nog. Mensen, wij hebben een zaal gehuurd bij Zalencentrum. Oh ja, zo meteen komt de categorie schoffeerde opmerking, maar als je nog een gooi naar wilt doen, moet je... Wat een griep. Tent is dit, ouwe. Nee, doe nou niet. Ja, laten we kijken. Nou is het shaker. En jij mag hem shaken. Bruh. Die was geniaal. Geniale grap. Nu is het wachten. En dat wachten wordt beloond. Doei Loe, dat was een grapje! Doei Loe! Doei! Dat was een grapje! Kijk hoe erin! Die is echt een grap! Die is echt een grap! Hoe vind je dit zo leuk? Die bol is er al de redding, jongen. Het was ook 4 keer dat we stopten dat je bijna was helemaal buiten. Ja, leuk. Maar dat zat er niet voor komen. Dit was allemaal onderweg gingen naar wat mensen zeiden, wat we zeiden, heb ik daar precies. Hoe heeft dit het gered, man? Hoezo, dat is toch een goede grap? Hoe heeft dit gered? Dat was een geniaal grap. Geniaal, man. En voor de duidelijkheid, hij zit dus niet bij de beste grap, hè? Hij is niet eens genomineerd. Nee, hij is niet genomineerd. Ik vind dus ook steeds van die gouden dingen terug. Ja, zielig. Je vriendin heeft gewoon voor ons open gedaan. Die stond gewoon in de woonkamer, toch? Gewoon de bos te wachten. Want, Is... Maar ik neem aan dat hij volgens mij even opgestopt zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Zou maar genaaid. Opflikkeren. Regent het maar. Ja, Rie, ze had ook als een smoes gebruikt van ik ga padellen om 7 uur, sorry. Ik ga er bellen. En voor de mensen die grap niet snappen, hij was dus niet jarig. Oké mensen, Rob is al naar huis. Ik ging nog even naar boven naar kantoor waar ik naar de wc moest. Zie ik hier op tafel dit liggen? Een puzzel met 1000 stukjes. Nou vraag ik mij af, ik denk dus nog niet dat ze hier geweest zijn. Ik denk dat ze hier nog heen komen en dan een foto moeten maken met de puzzel. Dit was niet jouw beste kapsel, hè? Nee, klopt. En dit? Dit wel, dit is gewoon, dit is jouw koe. Man, ik hoop dat je altijd goed. Dit is toch geen grap? Het is natuurlijk nog belangrijker dat de mensen op kantoor ook gewoon een beetje hebben gewerkt. Aan de puzzel. Ik denk niet dat die af is. Oh, ik kan hier dagelijks naar kijken in dit moment. Zou die daar? Nee. Ja, dat dacht ik. Dit hebben zij gedaan. Is er helemaal niks aan gedaan? Hoe dacht het dan weer? Hoe dacht het al? Hebben zij gedaan? Ja, we wisten het. Godverdomme. Zou deze af zijn geweest? Ja, dat zou ik echt heel lullig vinden. En dan hebben ze misschien ook nog dat punt gestolen. Wij hebben wel namens Bankzitters een cadeautje voor jou. We hebben een shirtje waarin je eigenlijk vanavond, want we gaan er even de zat in. Hoor. Ja, we gaan er even de zat in. Ja. Het is een Vegas baby. Nee, dit is een Vegas baby gewoon. Oh, een mooi kleurtje. Joehoe! I'm not gay, but my boyfriend is. Je hebt hem niet vaak aan. Nee, die hebben we op Vinted, hebben we niet verkocht. Ik geef jou een cadeau, maar je doet het niet vaak aan. Dit is een bekende motorkap tortilla. Heel bekend concept. Cool. Ken je dat? Dat het dan zo warm is dat je gaat proberen een tortilla te bakken op de motorkap. Dit is een prank zoals je er maar zelf ziet. Ik vind het wel fijn, ik dacht ik ga de hele video niet voorkomen, maar dit is een grap van mij. Als je ook goed kijkt, dan zie je jou rechtsonder staan. Yes! Come on! Die bril! Die bril is nog fatsoenlijk bij wat je nu draagt. Hè. Ik draag momenteel geen bril. Ik heb geen bril. We zijn er, althans op de plek waar Lies op dit moment schijnt. Ik ga even een berichtje sturen naar haar. We zijn... er. Er staat gewoon een kans dat we hier een half uur moeten wachten. Die kans is er. Wat stuurt ze nou? Een filmpje van Koen. What the fuck is dit? Ah, die jongens, wat leuk jullie daar zijn! Ik hoorde jullie wilden 100 euro betalen, maar... Lies is nog voor ons gaan, want wij hebben... geen geld om te betalen, want wij hebben seksappeal. Wat een kutwijf. Wordt gefeestend door Koen. We zijn genaakt. Kutzooi. Kutzooi. We zijn genaakt. Wat een bizarre L hebben wij gepakt. Oh, dat is ook leuk dit. Het is een bizar moment of outplayed zijn. Ja, bizar moment of outplayed zijn. Tot wij volgens mij zijn extra poelen en een clean sweep gewoon de hele video winnen. Oh,
Nu gaan we echt beginnen. Want je dacht, kan het nog beter dan dit? Ja, het kan nog beter. De nog vijf beter. Beste grappen gekozen door de mensen. Hij heeft zelf de winnaar gekozen. Ja, gekozen. Mensen thuis zijn domme. Mensen thuis zijn echt dom. Wat zeg jij nou weer? Dit is weer een schofferen. Heb jij die gehaktstaven dan? Ja, ik heb. Hoe krijg je dat nou weer horen? Ik weet niet hoe dit ging. Maar ik heb een hele rare vraag. Ik haal die gehaktstaven uit jullie muur. Ja. En ik weet niet hoe dat is gebeurd, maar in die handeling is mijn onderbroek daarin terechtgekomen. Ja, wat? Mijn onderbroek zit in. Ja, ik weet niet hoe dit ging. Ik ga hem eruit en in die handeling. Je bent er gewoon weer niet bij met je gedachten. Ja, ik weet niet hoe dit gebeurde. Nu krijg ik hem er niet meer uit. Oh, oh ja, super. Nou, dankjewel. Sorry hoor, ja, sorry, heel, heel, heel ja, bijzonder dit, sorry hoor. Die stoppige onderbroek. Een ouderwetse prank. Is er een kans hebben? Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet of er genomineerden zijn, maar zelf vind ik de kans hebben. XXL. Nou ja, we weten allemaal wie die is en die zit er nu niet bij. Ga nou even die frikandel, ik zal hem ook even hapje af. Nee, ik die niet. Jezus. Ja, leuk. Had je mooie tijd? Ik had u eraan sloffen. Ik ben helemaal vies en plakkerig. Ja, maar dan eet ik mijn frikandel ikzelf. Lekker. Die was een glim, jongen. Laat eens gewoon proeven. Ajo! Wat is hier gebeurd? Is dat in Limburg een XXL-frikandel? Ik ga niet weg in bed, ik klop voor een meter, man. Goh, dat smeek van die neus. Zag je dat? Ik had een frikandel XXL besteld en ik maak hem open en er is echt gewoon, ik denk wel drie kwart vanaf. Ja, misschien afgebroken. Het lijkt meer op een soort hap of zo. Nee, dat is niet nodig. We hebben genoeg. Komt goed. Maar meer dat je het even weet, misschien voor de volgende. Dit is helemaal geen grap. Ik ging er wel een boter in suiker. Ik ben nou aan het redden. Jullie nemen een paar happen van die frikandel. Ik kijk er, oh, hij is klein. Dat is helemaal geen grap. Ja. Er staat het op dat dit genomineerd is. Dat is een walgelijke foto. Ik had er een boter in suiker in. Ja, prima. Deze gaat het niet winnen, denk ik. Jongens, even, ik moet mijn focus erbij houden. Ik moet dit één keer. Wat gaan we bestellen? Het is wel een moeilijke order. Hi, can I get a tippy flippy 50? Je kent dit toch wel? Hoe heet dit? Dit heet de Tippy Flippy 50-50 Cup met extra creamy Freddy sauce. Het duurde ook zo lang en die man geeft van het begin al helemaal stuk om het script dat hij zelf had uitgeschreven van tevoren. Hi, can I get the Tippy Flippy 50-50 Cup? De Tippy Flippy 50-50 Cup? Ik heb nu een goede door. Sorry, the dirt and worms? Een half en half with all the toppings. Ik had er echt een maal van tevoren bedacht. Ik had gewoon een maal als ik er van vooruit aan het kijken. Dit is wel een kans hebben, man. Serieus. Leuke poets. Die heb je van tevoren bedacht. Oh, maar grappen mag je niet bedenken meer tegenwoordig. Die frikandel hadden ook bedacht, hè? Van tevoren. Kan jij misschien deze er even in kunnen steken? Voor? Zeker. Oh, sorry. Ja, ik heb niet zo. Dat moet er worden. Later! Oh, mijn kans hebben ze gesproken. Vind ik geen leuke grap. Zo'n dit is geen grap, dit is gewoon een scheet als iemand slaapt. Chips! Oh, dat waren ze al. Dat waren de genomineerden. Oh, mooi. Prachtig. Met deze envelop heb ik de uitslag. Nee. Die gaat er met de eerste prijs vandoor. Ik vind het echt spannend, man. Ik ook. Ik weet niet of ik heel vaak genomineerd ga zijn, dus ik zou hem graag willen winnen, maar dan ga ik hem verliezen van een fucking rietje. De leukste grap van 2023. Die vindt ook spannend. Ja, spannend. Is... Oh mijn god! Het is een Tippy Flippy! Ja! Hij gaat er zelf mee vandoor, de hoos laat er mee vandoor. Vermoeden van Max Fitching. Mensen, jullie hebben dit bepaald. Dankjewel. Ik maak niet veel grappen, maar als ik ze maak, zijn ze geniaal. Dat zie je maar weer. Bij de eerste van de 10 wil ik nog wel geloven dat het niet door is gegaan. Nee. Maar zo meteen zitten we op bokaal 6. Gefeliciteerd, jongen. Goed hoor. De volgende categorie is een van mijn favoriete categorieën. Het is namelijk de leukste beledigende opmerking van 2023. Ja, hij toevallig. Vijf genomineerden, vijf keer Koen. Waarom wijs je mij aan? Nee, maar jij bent gewoon vriendelijk. Ik weet niet hoe vaak je erin zit in het filmpje en in de nominaties, maar ik denk veel. Hij heeft een taakstraf. Ha, hey, gedetineerde! Is tegen de gedetineerde roepen dat het de gedetineerde is? Is dat beledigend? Ja, dat is zelf tegen een leven wijze als een leven wijze. Ik kom binnen en ik kom, hey bakker! Dit is gewoon zijn beroep. Maar ik heb ook ooit Minecraft video's gemaakt. Nee, helemaal niet, jongens. Echt wel? Nee, ik ging varkens neuken. Nou, zo zou ik je vriendin niet noemen, maar... Oh, we hebben twee, hè? Ik wil geen één keer aan de beurt geweest. Dat is het meest onsportieve, luie eten op die manier die je kan, dat je kan krijgen. Zonder voeding. Zonder voeding. Ken je dat niet?
Maar hier heb je toch oprecht spijt van deze opmerking? Nee hoor, het is wel zo. Iedereen denkt het, niemand zegt het. Dan krijg je zo'n ding in je ader en dan gooien ze eten naar binnen. Die mensen die in het ziekenhuis liggen en zondevoer krijgen, die zijn echt lui in ons. Ja, maar die liggen ook vaak in een coma. Ja, boeien. Een coma is echt het allerluiste en onsportiefste wat bestaat. Ik krijg hier toch wel een reactie op van Koen, die gewoon jij griep krijgt dan aan de zondevoer die komt te liggen. Dat vind ik ze echt niet kunnen. Dat vind ik ook niet kunnen. Belachelijke opmerking. Jij beledigt nu alle mensen die in een coma liggen. Als zij dit horen, nou, kom dan. Dit is nog niet eens genomineerd. Nee, maar wil je niet dat ik win? Dus je hebt nog 5 dingen gezet hier ergens. Maar als je zeg maar in zo'n, hoe noem je zo'n coma waarin gehouden wordt? Een kunstmatige coma. Dat is wel echt heel lui, toch? Kunstmatige coma. Zullen we volgende week, soort van, zonder het te zeggen, gewoon met Rob oppoeden in onze allerlelijkste kleren en kijken of er iets van zegt en jij bent al begonnen? Die zou ook leuk. Enge gozer mee. En dat haar! Nee, dat is haar, dat is niet mijn haar. Nee, nu lang een pluk onder zijn oor. Dat is een matje. Matje. Hé, kijk. Een groepje maagden. Op die bootvideo was jij niet normaal. Hé, sneller. Ik ben niet de man op de reunie. Kaanzaal. Eindelijk mag ik karten. Yes. Is het dan wel zo dat als ik dat dit heb gedaan, dat ik dan ook nooit meer in de buurt van een vrouw mag komen, zoals al deze andere mensen? Ik zeg altijd, karten is als kanker. Goed gebliept ook weer. Wat een Mongolen hier zeg. Op het moment dat je in Gouda wordt, is het NPC heaven, man. Holy shit. Zelden zoveel lelijke NPC's gezien. Allemaal van die karpatenkoppen. Het is niet eens genomineerd. Alles wat we nu zien zit er niet eens bij. Ik vind heel de mag is overrated. Daar 100.000 mensen naar kijken, die mensen zijn allemaal maag. Dag dames. Dames. Die zou ik niet willen baffen met zoveel wc-papier. Ze hebben allerlei een multipack gehaald. Maar dat zal wel voor je vriend zijn, want vrouwen schrijven niet. Mooie vrouwen niet, dus zij zeker wel. Ja, maar dat kan niet wat je nu zegt. Die was nog niet eens bezopen. Ja, ik weet niet, maar het popt nog in mijn hoofd op. Ik heb ze niet eens gezien, maar ik denk van ik moet het nou zeggen. Dames, als jullie nou daar met een multipack over straat liepen, het spijt me. Jullie waren vast hartstikke knap. Nou, deze hebben we allemaal niet gehaald. Bizar dat deze allemaal niet gehaald hebben. Wat denken jullie? Ik denk 4 van de 5 van Koen. En een keertje Milo of 12. Okay. Zijn we klaar voor? Ja, die ken ik. Dit is de beste Nederlandse tennisser. What the fuck? Die is goed hoor. Nee, over mensen die wij hebben gevraagd, wil je iets insturen, die doen, dan moet je maken daar tijd voor. Had je dat over Gabi Blazen zeggen, had ik ook niet leuk. Nee, maar ik kan het wel uitleggen, maar je wordt gevraagd naar BN'ers en ik denk oprecht dat maar 5 mensen onze keizer kennen. Ik ben in deze hele video nog niet geweest, hè? Dus ik ben echt aardig. Ik denk dat jij geen enkele video gaat zetten, Rob. Nee, kom. Je bent vaak op vakantie. Ja, die van de vakantiedagen hebben we getwijfeld om een categorie te maken, hebben we niet gedaan. Je hebt namelijk 11 video's gemist in 7 verschillende tripjes. 7? Ja, ik tel PSV thuis ook mee als tripje. Zullen we naar de volgende genomineerd? Nee. Okay. Ja, eigenlijk. Hallo, cameraman. Als je gaat niezen, dan hebben we er ook niks cameraman aan. Cameraman met hooikoorts hebben cameraman wij weer. Cameraman met hooikoorts. Cameraman, moet je weer even aandacht? Vond ik hier gewoon weer een andere nukloze zzp'er in, hoor. Ook geen probleem. Oh, er staan weer 1-1 hier, hoor. Je bent eerst nog geen belediging. Oh, nee, dit vinden mensen blijkbaar die naar kijken, naar ons, vinden dit vrij beledigend. Maar hoeveel mensen die ons kijken zijn naar zzp'er? Evenveel mensen die Griekspoort kennen. Waarom kan een vliegtuig niet achteruit rijden? Dat zou toch heel simpel te maken moeten zijn? Ja, misschien is dat te lastig voor de piloot, aangezien die altijd alleen maar op automatisch piloot kunnen drukken en dan moet ze 4 jaar voor werken en dan verdienen ze 150.000 euro per jaar. Super knap, man. Oh, opzijgen. Piep. Dankjewel, mensen. Bruh. Dit is wel de waarheid. Ik vind het bizar knap. Maar het is wel, het zijn wel wat nu langs loopt qua security, dat is wel echt het laagst van het laagst. Moet toch weer even mensen schofferen hier. Sinds de piloot heeft hij al niemand geschofferd. Op het moment dat deze mensen zeggen, ga weg, zeg ik gewoon nee. Dan zeg ik bedankt, maar loop even lekker door. Wat is het tussenstand trouwens? 3-1. Laten we gaan kijken naar de laatste of dat ook Koen is of niet. Het was een heel mooi bouwpakket Knex boven. Dat is een Slovaakse vrouw. Die was trouwens helemaal niet lelijk, maar die was zo verminkt in het gezicht. Allemaal botox dingen. Dat echt Lego Technic. Het was een soort combinatie tussen Duplo, Playmobil en Lego Technic. En het hele gezicht stond helemaal pas geen mimiek meer in te herkennen. Maar... En toch vonden we er allemaal geld. Ik sluit af met toch vinden we er geld. Hoe is het dan een belediging? Ja, ik snap deze ook niet. Mensen vinden dit over de meest... een vrouw te zeggen maar toch dit is de meest persoonlijke belediging, vind ik. Het ging niet over een groep, maar echt over... Over één persoon. De leukste beledigende opmerking van 2023. Oh, leukste belediging, niet ergste. Het is de leukste beledigende opmerking. Okay. Oh. Spannend, hè? Is geworden.
De opmerking van Milo met de leefbaltechniek! De leefbaltechniek! Besloten van jullie vinden jullie de meest beledigende, lunchbeledigende opmerking van 2023. Dames en heren, jullie zien maar deze niet meer. Ik ben vriendelijk. Groot applaus, Milo. Wil je nog wat zeggen tegen de camera? Even je speech? Beste kneespakketten, bedankt voor jullie stem. Als je jezelf verminkt in je gezicht, doe het dan goed. Milo, kun jij een Nederlands iemand noemen die zichzelf verminkt in je gezicht, een soort kneespakket? Jamie Vaas. Ah, Milo, goed hoor. Ja, ja. Die is binnen, jongens. Die is binnen. Jongens, de volgende categorie is de categorie grootste blunder van 2023. Blunder? Ik kan me niks bedenken hier. 43, is dat Spaans of Portugees? Sowieso Spaans, want in Spanje dronk het ook heel veel. Ja, dat staat voor 43, toch? Mm-hmm. 43, dat is met een D, ja, maar dat is Q. 43 in het Spaans. 40 is met een C, man. Oh. Waarom zeg je dat nu als ik een hele kutdrankje op heb? Ja, man, fuck zou ik het van tevoren zeggen. Kom erop. Is dat met een C? Echt? In het Spaans wel, in het Portugees niet. Oh, wat zie ik. Zou ook met een Q was, man. Ik ook, man. Oh, mijn god. Ja, nou, zin in. Als we elk slecht schot erin gaan doen. Bruh. Die had het moeten winnen, man. En dan moest hem zelf ophalen. En heel de tent gaat uit zijn dak. Je zou zeggen, hier misschien. Nooit, nooit doen. Dat is de allerlaatste die je moet doen. Deze. Dan moeten zij hem hier op leggen. En dan, wat hebben ze? Dat is toch voor een hartstikke goeie? Nee, tuurlijk niet. Dan kunnen wij hem daarna hier leggen. Maar dan kunnen zij toch die schuine lijn naar beneden maken? Ja, niet. Als wij hem daarna hier leggen. Dat is de allerdomste die je kan doen, maat. Dit was echt een bizar moment van Rob. Nee, hey, doe gewoon, Rob. Je moet het zelf weten, jongen. Welke zou jij willen doen? Doe die. Dan ga ik helemaal rechts of zo. Oké, anders zoek ik hem. En rechts moet je nooit doen. Doe toch lekker die. Doe die en dan leg ik daarna uit of het dom is. Bruh. Hij doet hem echt, jezus, aardig. Oh, dat is ook vooral heel veel eten. Ik snap steeds niet waarom die fout is. Echt niet? Nee. Maar dan snap je echt helemaal niet. Vier op een reis gemaakt voor kinderen van 5. Ik denk dat jij oprecht van elk kind van 5 zou verliezen. Zal ik jullie een leuk verhaal vertellen over de opvoeding van Koen? Hij dacht dat hartig dat gezond betekende. Toen is hij van de week achtergekomen dat hartig betekent dat het soort van tegenovergestelde van zoet, meer soort van zout. Maar waarom moet je nou voor de camera om zo... Nutella is hartig. Nutella is hartig. Je weet gewoon pas een half jaar wat hartig en zoet is. Nee, wat? Je dacht dat hartig toch gezond was en zoet ongezond. Nee, ja, maar... Nee! Kut! Ah, ja! Ja! Hop! Niet komen. Als Mieder dat was geweest, dan had ik denk gewonnen dit jaar. Ik wil even over corrigeren nog. Ja, daarboven mocht je eigenlijk niet komen. Er stonden allemaal rotte dingen stonden daar. Oud meubilair. Zonder expres, omdat ze kapot zouden kunnen gaan. Ja, allemaal heel rot en vervelend. En toen, ik zak daar doorheen, zeiden ze, oh, is niet erg, maar moet je wel even zeggen dat het dus niet, dat het overal zo is hier. Want dan denken mensen dat het zo is. Ja. Nou, dat zijn we dus vergeten te zeggen. Maar toen hebben ze zelf een comment geplaatst, dat het dus inderdaad een afgesloten ruimte is waar allemaal kapotte dingen staan. Ouwehands Dierenpark, dus is hartstikke leuk. Oud Valkenveen. Ouwehands Dierenpark? Nee, ik vond dat er al weinig dieren waren, maar ik ga er aan mij liggen. De eerste provincie is Zuid-Holland en we zijn in Gouda. We zijn bij de stroopwafelmuur. Wat heeft Zuid-Holland met stroopwafels te maken? Goud. Hè? Oh nee! Bara, bara, bara! Mijn neus! Wat een klap! Mijn neus! Die is zo mooi! Ah, nooit meer goed gekomen. Nee. Oh! Ja! Wat doe je? Gast! Dit is ongelooflijk. Hoezo zit nou weer een blunder? Dit is een nukkelbal. Dat is onhoudbaar. Ik ben heel benieuwd. Het zou oprecht 5 keepersmomenten voor jou kunnen zijn. Was mijn brilletje gebleven? Op jou. Daar is hij. Kijk uit, niet zo hard joh. Begon. Bro, ik schrik met een tyfus. Dit gaat echt maar net goed. Waar ben je tegenaan geknald? Ik heb nergens staan. Ja, wat hoor ik dan? Schitterend. Kan gebeuren. Ja, die man. We hebben hem. Milo, we hebben hem. Maar it! Dat is een it! Ik heb die kussenstem van allemaal! Maar Milo, dit lag echt niet aan zijn stem. Nee, echt niet. Hij zat vast met zijn voet of zo. Even serieus, die step van jou was serieus wel kutter. Ja. Die step van jou was na dit moment kutter dan de andere. Toen liep hij namelijk... Ah. Oh, mijn god! Wat doe jij, gast? Wat doe jij?
Maar dit is echt helemaal geen actie voor jou. Normaal gesproken word je altijd heel boos als je wat anders vindt. Nee, dus ook, dit is, laat maar zeggen mensen, dit is geen basketbal, een normale basketbal. Deze bal weegt 5 kilo. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel borg we betaalden, maar die zijn ze natuurlijk alweer kwijt. Waren we de borg kwijt? Nee. Hij vond het allemaal bij. Zijn foutje kan gebeuren. Nou. Maar dan in het Engels. Mistake can gebeuren. Tijd voor de laatste, genomineerde. Zijn de Londen! Zijn Kosten van Roel! Brie, vergeet gewoon de hele kop. Jij bent ook echt een downie. Ik heb 17 baken op, ja, en jij vergeet je hele koffer. Ik zei ook al 2 keer, ik ben dronken van die ene shot. Je hele koffer vergeet. Dat is het enige wat je mee hebt. Leven met Matt is gewoon precies dit. Je moet als een klein kind moet je hem gewoon aan zijn handje meenemen. Doe het voor een video. Ja. Ik ben heel benieuwd, maar ik heb wel een vermoeden wie die gewonnen heeft. Als dit niet Mia met die step is. De winnaar van grootste blunder 2023 is geworden Milo Valt van de elektrische step. Wat gaat er nu door je heen, jongen? Bloed. Ik wil iedereen die hierop heeft gestemd ongelooflijk bedanken. Bangsje is de grootste blunder 2023 dat ik die nog mocht winnen. Daar heb ik echt van gedroomd. Wat een step. Mag ik volleybal meenemen of eentje? Bruh. Milo, je hebt al 2 prijzen. Op voorhand zou je zeggen. Op voorhand zou je zeggen dat je deze categorie ook kans maakt. Dat is namelijk het goorste moment van 2023. 100%. Dit is liever 5 keer Milo. Ik was in een atletiek van wintersport. En op een gegeven moment moet je pissen in zo'n huisje. Soms wil je bij een tankstation. En soms heb je dat even lang niet. Dus ik loop zo'n huisje in. En het zag al een beetje smerig. Huisje in? Op zich niet heel vies. Dit zal toch geen kak zijn wat hier ligt? Is dat echt kak? Alles onder de kak. Deze video heeft een geel bolletje door dat moment. Ja, misschien moet hij het ook even blurren, want anders krijg ik weer geen geld. Door die stront krijgt hij geen advertenties. Oh, het zit ook onder die pot, dat is toch een of zo. En we volhouden dat hij niet zelf heeft gedaan. Oh, ik denk dat als je hem opent, dat het zich wel wijst. 3-2-1. Oh, er zit. Gefermenteerd eendenei. Godverdamme! Oh, nee, wacht, hier zit een foetus in. Hou je bek. Jeetje, wat wauw is zo'n vieze kleur! Ja, dood joh. Ik vind het keurig, man. Al goed gedaan, hoor. Dit smaakt gewoon oprecht naar slootwater. Ja, smerig, man. Nee. Wat is dit? Shit. Is dat echt lekker? Wat is dit? Nee. Ik heb hier een half uur op gekoud. Ah, dat krijgt u weer weg. Koen is eigenlijk aan het schijten. Eigenlijk naar die hele dag kopjes geven en knijpen. Zou ze zet hem nog aanstaan, of niet? Echt heel goor. Zullen we er maar geen lepel bij? Ah, maakt niet uit. Dit doe je gewoon expres, dit doe je toch expres? Die geluiden, jongen, dat doe je echt niet per ongeluk. Die mie. Mensen, we zeggen dat wij elke dag moeten werken met deze kriep. Is het gelukt? Ik heb een keutel. Ik ook. Hij heeft een keutel. Ik draai een volle bolus. Hier is een wildpoeper actief. Dit is smeren, jongen. Dit is niet goed, man. Dit is echt niet goed. Hoe krijg je dit je reet uit? Ik moet heel wat doen. Oké, ja. Op zich, als we niet met Mila erbij gaan. Jij hebt echt een oogst in je bent erop. Nee, ik heb niet veel. Maar wat ik heb is goed. Kijk eens. Dat betekent wel dat Roel de straf voor Koen mag bedenken. Dat vind ik niet erg, want ik heb echt het liefst dat jij van al deze gasten straf van mij bedenkt. Hartje fontein. We hebben letterlijk 2 dagen geleden moeten ze pissen in die fontein. Vind ik mooi. Flesje is groter dan je denkt, hoor. Of die korrels erin drijven. Oh, ranzig, man. Ja, ik vind het een mentale stap, hè? Ja. Denk aan die pis. Dat is een film. Waarom doe je nou in 2 keer? Laatste beetje. Oh, dit is echt goor. Ik moet pissen. Dit is genomineerd. Waar pis je over iemand zijn slaapzak heen? Heb ik niet gedaan. Ja, jongens, ik kan me helemaal die dag van mij één groot koorts lopen. Rut en Milo gaan elkaar nu wel tong doen. Nee. Oh god. Godverdamme. Oh, jezus, smerig, man. Wij hadden als speciaal opdracht gebruikt wc-papier. Gadverdamme. Het is Rob zijn poep, kan ik erbij zeggen. Pak jij het er maar bij, want ik ga het niet in mijn handen nemen. Gadverdamme. Wil je ook nog even zo? Ja, ik ga zeker nog even. Je kan er even bij. We hebben ik ben gek, hoor. Dit is niet normaal.
Jij stond mij zo hard te zwaffelen op dat moment ook. Dat is een koude toon! Dat is zout! Wat een zoute mobbel! Vind je dat een laf nikje vroeger? Doe het lekker zelf dan. Nee, ik had niet verloren. Ik vind niet te beuken. Gadverdamme! Verschiet. Milo, ouwe. Ja, echt vies, man. Een show doen, wie denken, wat we denken dat het wordt? Ik wil mijn stem ik anders. Ik heb ook het vermoeden van iets. Wat denk jij dan? Ik denk die hoed. Oh, die hoed! Ik denk wellicht dat Mido zijn kots over Rutte heen gooit. Heb je dat gedaan? Ja, oh, in die kantje video. Die is ook echt smerig. Oh, jullie thuis hebben we bepaald, hè? Wie doet een atje asbak? Steempje schaar durf ik aan. Dit zou de ultimate revenge zijn. Komt ie. Ja! Ik word wel vaak goed schoongemaakt bij zo'n geel vaatdoekje. Ah ja, asbak. Sluit de video maar even af, jongens. Als die koe iets vies moet, zie je hem helemaal zo wit wegtrekken. Dan hoef je helemaal wegzakken. Ik kan niet zeggen dat, ik moet even gewoon focussen om niet te kotsen. Bro, ik heb de meest bizarre drol gemaakt ooit. Hoezo schijt hij in die hoed? Zal ik het meenemen? Ja. Waarom de fuck heeft hij in die hoed geschreven? Hij schijt je hele hoed, Bob! Dat is een soort van... Van hier, hè? Die hebben mij niet meegenomen. Hij zou me omdoen als ik erin zou kakken. Ik ben ook niet trots op. Het gebeurde gewoon. Want Jaap belooft, Koen, dat als ik erin zou kakken, dat je hem op zou zetten. Ja, ja. Dus ik dacht echt, ik ga hem echt opzetten. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar is een beetje flauw. Het stinkt ook. Gadverdamme. Dit is ook een goede kans. Dit is een categorie die wil je eigenlijk misschien toch wel niet winnen. Dit is misschien wel echt de goorste. Milo! Milo! Hij moet echt kotsen. Heerlijk, heerlijk. Hé, hey, broski. Ah, joh! Ah, joh, goal! Dat is allemaal kot! Nee, dat is niet zo, dat is niet zo. Dat is toch niet normaal, jongen? Ik kan echt niet meer door de beugel, hè? Hij zat te kotsen daar. Rust! Kots! Hij heeft een hele raam onder de spoot, joh. Ik spoel er echt op. Nee, niet met die kotspul. Ja, dit zou wel eens kunnen worden. Vies. Je bent jouw kots en kots gaan dat is zo vies. Oh, wat smerig. Helemaal over zijn schoenen en ook. Ja, ik heb hier ook helemaal geen uitleg voor. Ik kan hier helemaal niks over zeggen. Zelfde aan het pissen, ja. Dat is gewoon, dat kan gewoon niet. Koeien, ik kom jongens. Die broek, jongen, helemaal smerig. Ah, joh. En dit is allemaal scheid wat hier ligt. Ah, joh, maar ik ga dan hier gewoon een hoop pakken. Ah! Foto nemen. Waarom de koeien stopt? Jij hebben? Gadverdamme. Nou, koeien, het is goed. Echt, wat een ranzigheid! Je handen stonken gewoon daarna, jongen, niet normaal. Ja, nog steeds denk ik. Hoe hangen we even uit? Kut. Jullie zijn echt hard aan het zoenen nu. What the fuck gebeurt hier? Ik doe echt de tukkers raak. Je bent makkelijk aangerand, man. Je was echt zo smerig. Ik ben verliefd op jou. Je weet ook dat dit gaat winnen, dat weet je gewoon. Hoezo? Dit is helemaal niet vies. Maar je ziet toch dat we niet uit tongen zijn. Je ziet geen lumpia. Nee. Jawel, lumpia is weg. In. Maar als jullie dat zo denken, maar ik ben bang dat de kijkers het ook denken. Weet je nou, je zoomt met iemand en mensen vinden dat smerig en dan kots en poep. Het goorste moment van 2023 is... Matty poept in de hoek. Ja, ja! Yes! Hoezo is dat viezer dan die loopje? Die snappen er helemaal geen hond van, man. Maar hoezo is poep in de hoed viezer dan kots over iemand heen gooien? Ja, mensen, bedankt voor het stemmen op de poep in de hoed. Ik schaam me oprecht. Ik schaam me eigenlijk toen meteen daarna eigenlijk al. Ja, dat snap ik, want je poept in de hoed. Die niet van jou is. Ik ga er niet mijn hoed poepen. Nee, dat is een goed punt. Vroeger moest ik naar de Hoe heet het ook alweer? Catechisatie, dat was de christelijke les die je dan kreeg buiten school. Homo! En daar werd altijd Sander, die werd altijd gepest. Op een gegeven moment zat hij te poepen. En toen zei hij, ja, Sander, zit je te poepen. Toen was Sander zo boos geworden omdat hij autistisch was. Toen pakte hij die drol uit de pot en heeft hij dus op iemand gegooid. Je had er wel bij moeten zijn, maar toen ik 8 was, vond ik dat wel grappig. Ondertussen hebben jullie wel trek gekregen, denk ik. Dus ja, voor de echte autonieuw gevoel. Oliepol. Ik kan dit niet openmaken. Ik ben namelijk. Ik kom uit een meid. Wat gebeurt hier? Flikker lekker op met je kutfles. Hallo, wat kan ik er zo? Pak lekker zelf die fles. Ik ben toch de presentator? Maar gewoon open. We zijn toch aan het eten? Ik denk dat Milo niet eens de goorste man van de bank is, maar gewoon echt wel van de wereld. Ik ken dus oprecht van iedereen die ik ken, niemand die vies is dan jij. Jongens, de volgende categorie is de categorie meest geniale moment. Dus dat kan ook algemeen zijn en ook gewoon voor ons allemaal die award. Dames en heren, dit is het headshot van Raoul. Jij zit vast. Diep in mijn
het verpest. Waarom moet je nou lachen? Ja, want hoe we staan is dat zijn rol in de video is. Ik heb een dansje op de trap. Gast. En dan gaan we eindelijk zien wat er voor Calimero vogel in zit. Of die voor AMVV, Fortuna of Roda is bijvoorbeeld. Vogel, toon u zelf in 3, 2, 1. Kuiken van Kaakraden, wij hebben nog iets voor jou. Dat niet, u niet. Wat voer. Ik heb een naam ingevuld. Ja, doe jezelf erbij. Doe jezelf erbij! Oh, zo, klootzak! Hij is echt een klootzak hoor. Maar gast, okay, serieus, als je het nu bent. Ja, de namen staan. Dit is niet normaal, dit is toch geen geniaal moment? Dit is gewoon een randvraag. Dan gaan we het toch niet ophouden, dit is geen geniaal moment. Hij staat niet bij de eindnominaties. Oh, oké, nou dan is het goed. Oh nee! Ja! 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 Daar staat hij, de sexy beast! Ah! Dit is koud, kill! Daar gaat hij, mensen, hij is gewoon weg. We hebben gewoon geen beeld meer. Daar gaat hij! Daar gaat hij! Oh. Snel! Oh. Doe snel! Kom je onder! Ja, handdoek, handdoek! Is dit het moment om te vertellen dat ik Milo 2 op het rad had gezet, of is dat nog niet het moment? Dus? Heb je echt gedaan? Dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we wel gedaan. Het is bijna 4 uur, dan begint het. En dan zijn we morgen om 4 uur pas klaar. We moeten met z'n 5 toch wel kunnen winnen. Liever te langzaam dan te snel de eerste ronde. Oh, dat is ook mooi, ja. Kijk hoe snel die gouden gaat. Koen uit op die vlog. Hij is gewoon nu al moe. Hij is gewoon nu al dood op. Ik wil dat die eerste bal dan moe. Ik vertelde jou toch dat verhaal 2 weken geleden over die chick. 2 weken geleden? Elbe ja, ja, over die ene van de tennisbaan. Oh, ja, 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 ja. Die kan ik nog wel herinneren. Ja, die app mij dus zaterdag van, joh, heb je zin om weer langs te komen? Ja, dus jij? Ik zou naar Paas op gaan, maar ik zeg nou, ik ga natuurlijk geen nee zeggen. Ik heb een verhaal, joh, maar dit is niet normaal. Zij kwam best normaal over, hè? Ja, ja, dat vond ik wel, ja. Ik ga naar haar toe, zeg maar. En ik denk, nou, eerst een beetje rustig beginnen. Nou, ze begon meteen al, gewoon meteen de intenties, meteen duidelijk. Maar op een gegeven moment komt die vraag, vraagt zij, heb je een condoom bij je? Vraagt zij. Ik zeg, nee, heb ik niet. Zegt zij, oh ja, dan doe ik liever niks. Zegt zij, wacht, ik heb een boterhamzakje. Hoe krijg je het verzonnen, man? Dus nou ja, het leek mij sterk dat zou werken. Maar ik zeg, ja, is goed, proberen we wel. Maar ja, dat boterhamzakje. 2 stootjes en hij scheurt natuurlijk gewoon meteen. Dus vervolgens zeggen zij, wacht, zeggen zij, ik heb ook nog wel een etui. En dit is gigant. Ze zeggen het echt. Maar je moet bedenken, ik was zo dronken. En ik zeg gewoon, ja, is goed. Dus wij pakken zo'n etui van de Haagrenzen die misschien in de brugklas gebruikt heeft ooit. Die moet helemaal niet lachen. En die zetten we, die doen we er gewoon omheen. En toen? Ja, ja. Maar ja, uiteindelijk, ja, uiteindelijk was het wel gewoon best wel gezellig. Ik hoor dat die vrouw naast je helemaal niet aan het lachen is. Nee. Volgens mij ook niet. Ja, waar ben jij nu dan? Bij station Spraak. In Utrecht? Ja. Bij station Utrecht, oh, daar ben ik ook. Waar zit je ergens dan? Rechts van die, links van die subway, waar die subway zit. Hé, hey, ik zie je niet hoor. Wacht, zal ik even, ik doe even iets uit mijn jas of zo, dan ga ik even zwaaien. Ik weet niet, die chick krijgt het wel mee een soort van. Joehoe! Zie je mij niet? Nee. Ik doe even mijn trui uit, wacht even. Zie je mij nog steeds niet? Ik zwaai echt nu, ik sta hier in mijn blote bassietje zwaaien, dat valt toch super erg op zou je zeggen. Oh, maar sta je op Utrecht Centraal? Ja, Utrecht Centraal, ja. Oh ja, maar ik sta op Leidse Rijn. Jezus, Leidse Rijn. Even serieus, want ik sta op Utrecht Centraal. Oh, dan doe ik hem zo weer aan. Maar het is ook eigenlijk nog veel leuker dan zij die reageren. Dat verhaal is trouwens wel waar gebeurd. Oké, hij gaat de foto maken. Best is wel bij de jacuzzi dan eigenlijk, zo wil ik het zeggen, maar doe hem gewoon. Wat is bij de jacuzzi? Nou, kleed je allebei even uit, zou ik zeggen. Nou, goed. Oh, dat kontje knijpen. Oh, shit. Ja, even meer passie erin. Meer passie. Geen passie in, ouwe. Ja, dit is passie! Dit is passie! Geluid van zo'n bad eentje. Ik krabbel nu op de maanden bij. Ik was weer, jij hield mij aan de lijn. Gewoon Conti, 3, 2. Het is natuurlijk wel, je trilt helemaal. Oh, hoe pittig was dit? Out of this world. Dat ga je nooit meer zo pittig proeven. Wordt het heter, wordt het minder. Ze is gewoon dat ik geen hele lijn heb. Echt iets van een andere planeet.
Ja, kom, ga langs. Jan woont hier. We hebben het er de hele tijd al over, maar ergens langs deze dijk zou ome Jan van Mattie wonen. En opeens hoor ik hier... Jan het lam woont hier. Matanja, kom ze. Ik zie man. Kijk, er zit er iemand binnen. Ja, ik heb contact. Ja, achter het raam. Er is een nichtje. Matanja. Matanja? Kijk. Matanja. Hallo! We kwamen familiebezoek. We zijn een soort Robert en Brink. We brengen een verloren families bij elkaar, van die verscheurde families. Zijn wij familie? Oké. Okay. Ben je Matanja? Oh, Naomi, ja. Matanja is jongen. Oké, sorry. Ja, maar even, ik heb hier nooit meer reactie op gehad. Man kent zijn eigen familie niet. Dat heb ik al zo vaak uitgelegd. Maar jij herkent hem ook niet. Die heb ik voor de laatste 15 jaar geleden gezien. Ik heb namelijk 52 neefjes en nichtjes aan die ene kant. Matanja, het spijt me. Het was Naomi dus. Ik zie je bij het pannenkoekenfeest van Oma Lam. Ze wordt binnenkort 92 en ze schijnt dat ze weer gaat vieren. Dus dan zien we elkaar en dan doen we even een beetje smalltalk en zo. Hij zei jullie gewoon over zijn nichtje doen, een beetje smalltalk en zo. Hij is gewoon flirten. Maar je familie neuken, weet dat bij jullie dat normaal is, maar het is niet de bedoeling dat je familie neukt. Waarom heb je je shirt uit? Guts aanval. Ik ben een soort Pidgeotto level 12. Guts. Oh nee. Gust. Dit is echt misschien de allerslechtste grap die ik ooit heb gehoord in mijn hele leven. Een heftig ongeluk op de kartbaan in Lelystad. Het overkwam de 25-jarige Robbie van der Graaf. Als Rob pijn heeft, vind ik wel leuk. Ja, dat is leuk, ja. We kijken mee met Van der Graaf onderweg naar bocht 1. What the fuck, die Mogol staat gewoon stil op de baan. Oh. Oké, onze laatste opdracht, de BH. Ja. dit is nou een geniaal momentje. Geniaal. De ex van Koen. We hebben het wel even overwogen. Ja. Ja, maar dat kun je gewoon echt niet maken. Dus we hebben iets anders bedacht. En dat is de ex van Koen. Dit meen je niet. Waarom staat dit op deze tv? Er staat niet van Yuzu. Ik denk, dit is 500... Maar wat is de bedoeling van deze kamer? Dit is niet normaal. Het begint al. Oké. Maar iemand maakte net een grap dat het een p***kamer is, maar dit is... Ik maak geen grap. Dit is helemaal zo'n roes. Het is mooi geweest voor vandaag. We rollen er niet bij af. En die afstandsbediening, laten we die hier? Ja, die hou ik even bij me. Jullie gaan slapen toch? Ja, wij gaan slapen. Is dat lekker? Is dat lekker? Die muziek! Zou je me filmen? Die muziek! Onze productie wordt aangesproken door een bizar lekker man. Maar dit is niet normaal. Wat zal ik ons daar gaan staan? Ja. Pak je wat drink jij? Ik drink Henkie Pee. Die staat erop. Ja, die is zo trots in van haar kunnen pakken. Nou, we moeten pakken. I do Instagram videos. I started because a boy broke my heart. Boeien. What's his name? Wow. His name is Sam. Sam, je bent een Sam, jij had dat Sam Hoepman was? Ja, hij zei, volgens mij is dit niet. Maar kan je het naar me doorsturen? By the way, I have a date right there. Is it him? What a loser! Oké, okay, but my conclusion is then that you find us way more interesting than him. That is not a good sign for him. Ja, ja. Man, zit daar al de hele tijd te wachten met een wijntje. He's waiting for you. Hey. Do you want to touch my beard? No, oh yeah. Is it petting a goat? I'm Ronaldo. You know him? Para vosotros. Je gaat toch niet in Yuzu naar die gozer zitten? Als je echt naast die gozer gaat zitten. 100%. Ja. Heel leuk dat we vanavond Robbie van de Graaf hebben. Jacques Loy is onder de indruk. Gaan we het over ons hebben? Buig voor de bankzitters, buig! Dit is onze mainstream doorbraak. Ja. Robby bij het Formule 1 Café. Jongens, laat je even horen van Robby bij het Formule 1 Café! Homo's! Homo's! Kijk, nou gaat het gebeuren. Hey, hey, hey. Dat zijn de meest geniale momenten. Die waren dus geniaal omdat we het allemaal al gezien hebben. Ja, het valt al zo geniaal was. Een blok genialiteit. Daar gaat hij. All the way. Ik ben een half uur slaap ik niet. Juist, ja. Ready for the big fucking smash, baby. 3, 2, 1, go! Yes, sir. Very nice, very nice. Sweet! €750. Dit was voor ons nog geniale eikdam voor, misschien op beeld, omdat jij gewoon echt niet geslapen had. En die gast was echt gewoon... Jawel, jawel, ik heb nog geslapen. Wat dan? Nee, niks.
Nou, dat dit is een race, ik kom weer volledig terecht. Ik snap het ook. Volledig terecht. Let's go. Oké. Doe het samen. Ik wil niet die verantwoordelijkheid vasten. Ja! Ja! En dan schuif je samen die fiches ter waarde van $10,000 in het vak met rood. En dan is er echt geen weg meer terug. Spin first. Ja, yeah, spin first. Okay. Spin first. Give us one spin. Het laatste getal was 17. Gaat hij nou doen? Gaat hij een potje doen? Zeg het nog een keer. Oké. Okay. Doen we het? Ja? Yes. So, do we put it on now? Oké. On red, ja. Kom maar. Stel dat nou wel, niet? Kom maar, jij zelf. No bet. Oh mijn god. No bet. Moment. Mijn tactiek, mensen. Hoe kan je dit neuk houden? Wat zeg je nou? Wat zei je nou? Hoe kan je dit neuken? Moet je aan je moeder vragen, bro. Kijk dit liggen. Die mag nog stuk. Kijk, hier gaan we. Ja, nee, maar dit staat nergens op. Ik ga niet de prijs winnen voor Bacon Tiddy. Het gaat niet gebeuren dat terwijl wij die €10,000 brood zetten, zo'n heerlijk moment. Dat ik die prijs met op kan halen voor Bacon Tiddy. In principe zijn het allemaal persoonlijke momenten op de 10.000 na. Jullie hebben bepaald, de winnaar van het meest geniale moment 2023 is geworden. Bacon Tiddy! Nee, dat kom ik gewoon niet ophalen. Bacon Tiddy, wil jullie allemaal bedanken voor het stemmen op deze prijs. Ik heb er echt van genoten. En als jij een privéshow wil, dan moet je gewoon even bellen. 06-2984. Dan kom ik bij jou thuis een show opvoeren als Bacon Tiddy. Maar wie weet, breien we er dan nog een gezellig einde aan. Feliciteerd, jongen. Terecht. Wat is dit nou? Wat doe je nou? Hij breekt af. Wat ben je nou aan het doen? Nou, in ieder geval, dit is de prijs voor leukste gastoptreden, dus die moesten we naar iemand opsturen. De volgende categorie is er eentje die sowieso niet gewonnen gaat worden door ons. Want het is namelijk het leukste gastoptreden van 2023. Dus alle mensen die in onze video's zijn gekomen. Dus Bas, Hoeflaak, tot Poef, tot Chantal. Chantal, leuk. We gaan even kijken naar een greep. Koen, dus onderdeel van het opvoeden is ook door gewoon te zeggen... Nu is het genoeg. Nee. Weet je hoe duur die pet is? 1 miljoen euro. Oh, en dat boeit mij niet. Dat heb ik geleerd op de Hans Klok Academie. Ken je Hans Klok? Ja. Echt? Wat is het dan? Dat vind ik lelijk wel. Jordan, wat vind je dan van mij aangezien ik jou de hele dag zo galant aan mijn arm heb meegenomen? Ja, kaal en dik. Goed je ziet er. Ja, we scoren, hè. Hoppa. Daar gaan we. Tijd om te scoppen, mannen. Kom erbij. Hoppa. Scoop. Wanneer kan je winnen? Ah! Oh, je geen grip hier. Je gaat schrappen. Ja, pas. Geef me de hand. Ja, Doorstop. Kom aan, doorgaan. Druk maar op die scoopmobiel weg. Dit was een van mijn hoogtepunten van het jaar. Lekker. Ja, hoe is het met jou? Lekker. Ik was snel zijn poort gaat dicht. Oké. Okay. Dat is goed. Dat is goed. Wat is er allemaal aan de hand hier? Nou, we maken een video en we hebben dus allemaal foto's die we moeten maken van eentje met een miljonair. Okay. Nou, ik twijfel het nog wel een klein beetje. Of je bent eigenlijk geen miljonair, hè? Want? We zijn multimiljonair. Ja! Overgevlogen uit Spanje, kan hardlopen als de beste. Het is niet JJ Boske, het is ook niet Jerenny Martina. Daar komt ie! Kan je niet toch? Hoe kan Carlo niet in de genomineerde staan? Hij heeft echt goede. Die heeft het meest geleverd. Goede. Goeiedag. Ah, nee. Wij komen een handtekening scoren.
Nou, super. Hé, hey, wij hebben hem binnen, dankjewel. Ja. Fijne avond nog. Ze hebben een sperma op zijn shirt. We hebben hier geknoeid bij het eten van zijn potje eten. Ja, ja, die hebben we. Om te zien, even de signature move natuurlijk. Ja, ja, doe Nicky. Eerlijk is eerlijk, je bent niet heel groot. Ik mag het zeggen, ik ben ook niet zo groot. Kan je nog steeds een doodschop geven? De gasten die we net hebben gezien, hebben het dus niet gered. Als leukste gast optreden. Oh, wat doen we nou? Wat is dit, jongens? Persoonlijk vond ik dit misschien de leukste. Wil je wat meer over jezelf vertellen of dat niet? Nee. Dat was echt mijn droom, dit man. Oh, jeetje, hey, dat is echt ja, vanuit de streek hier. Dat is wel een soort mooie wijn, hè, vanuit deze streek. Oh, wat een mooie kleur. Beetje Blue Curaçao, hè. Daar gaan we, jongens. Ja, hey, maar nu ben ik echt blij mee. Die had ik nog niet. Dankjewel. De raampjes zitten los. Hoort dat zo? Nee. Doei. Doei. Oh, die Bas. Als hij niet wint, ik weet niet wat er nog komt, maar die moet al winnen. Ja, dit is voor mij geniaal. Hij is zo grappig. Niet normaal. Oh, what the fuck? Ja, die is over de tien in huis. Deze man is alcoholist. Nou, ik wil even een besefmomentje dat... Hoe heb je het idee bedacht dat hij er zelf niet bij is? Wat ik al triest vind. Toen hebben we aan Rut gevraagd van... Lijkt je leuk om even langs te komen? Waarop hij zei... Mag ik niet meedoen? Zo herken je een alcoholist. Zag jullie dat? Nog één keer, nog één keer. En dat nou is talking! Hij gaat u winnen. Hij heeft een grote kans dat hij wint. Ja, maar dat is als je kwartje. Het gaat niet gebeuren dat René Kars de beste bang is gastentrainer. Maar dit was echt een goed gastentrainer. Hij was deed die video echt leuk. Op dat moment was het wel het enige waar we behoefte aan hadden. Ja. Ik ben blij dat ik er ben. Ja, vind je het leuk? Ja, het is ook een beetje een try-out. Want jullie komen straks bij mijn pyjama party in de Ziggo Dome. Als dit niet klikt... Oh, je gaat meteen pluggen. Ga je meteen reclame maken. Dan komen jullie niet. Nee, okay, maar als het dus klikt, dan kom je ook veel vaker in onze video's. Kom, we gaan beginnen. Veel heb ik jong gedaan en oud geleerd, maar negeer deze keer. We hebben hem geblest, hè, dat we het nummer eronder hebben gezet, want hij heeft dus helemaal geen tekst. Draai maar die matka open, vergeet je zorgen, voor wat zijn we morgen wel weer. Veel heb ik jong gedaan. Geweldig, wat een publiek, wat een optreden. Ja, ik vond het echt geweldig. Zo van genoten, bedankt bankzitters. Zo van genoten, vind ik tof bankzitters, bedankt. Het zou mij benieuwen wie met deze geweldige bokaal er even doorgaat. Hij zou wel passen bij John Timmy, als we eerlijk zijn. De winnaar van leukste gastoptreden in de bankzitters video's in 2023 is geworden... Bas! Bas, ja! Bas, deze prijs wordt jouw kant op gestuurd. Geniet ervan. Dus de volgende categorie is meest asociale moment van 2023. Ik kan me hier niet echt een voorbeeld in maken. Ik ben niet asociaal. Voordat we beginnen, stel ik bijvoorbeeld heel wat een boer laat in het publiek. Waarom is dit de vraag? Je dat al vraagt, is al asociaal. Ja. Maar laten we gaan kijken. Ik denk dat ik hier niet in sta. Oprecht niet. Waar staat die poepie? Snijden. Ja hoor! Nee, wat gek! Staan die hier ook steken door een zebrapad, maar die ook! Die ook daar! Door een zebrapad! Niet normaal, joh. Ik ga nog in. Stil, rustig naar binnen. Hoi! Oh, Milan van Ewijk. Oh, Milan van Ewijk. Ik vind dit niet als jou. De Neandertaler. Wat de fuck ben jij aan het doen, nou? Neem lekker. Wat is dit, joh? Wat is dit nou? Ik wil het toch ook? Wat is er nou? Neem nou lekker. Dit kan toch niet, joh? Nul, dan kunnen we niet passeren. Het gaat wel passen, ja. De golfkantjes niet. Je hebt het net ook gedaan. Je kan het nu echt niet lekken aan die rechterkant, hè?
Oh, dat stond er niet. Het stond verboden voor fietsen. We zijn al zo vaak aangesproken door mensen dat we echt asociaal gedrag hebben. Eén richting, hè? Dat is één richting. Ja, ja. We weten dat één richting je kan je is, jongen. Opsteken. Sterf lekker, man! Ik denk dat het. Die opeten. Kijk, een mix, zeg. Kom uit, trailer! Dieve Jantje. Boek nu op easyjet.com. Hey, kijk, kijk, kijk. Het is niet ASO. Dit vind ik niet ASO. Dus wat vond je iets leuker maken? Kijk, en nou gaat het gebeuren. Ik ben benieuwd hoeveel Milo erin zit. Vandaag bepaalt de pijl onze dag. Oh, nou. Dat werd niet gewaardeerd. Dat zei ze echt met de laatste adem, hè. Zij heeft eigenlijk mijn vleugels niet gered. Mocht ik nou jouw oma zijn, wat een creep. Bij vrouwen. In de restaurant, jongen. Ik heb nog nooit iemand zo beledigd zien kijken als die vrouw had. Nee, maar kijk, ik heb... Het is zo smerig. Dit is wat die asociaal. Dit is de gedoogd. Wat is die asociaal aan? Vullen we even de cola. Dit ding? Ja. Ja, we hebben dus een live hack gevonden bij de KFC. Bucketje cola vullen! We hebben dus nu een lege bucket en je mag dus gewoon gratis refillen. Dan stellen we voor dat je even die bucket helemaal gaat vullen met cola. Dan kunnen we de hele dag gratis cola doen. Ik ga dat niet doen. Zo. Kan twee rietjes genoeg zijn? Ja, misschien. Oh ja, zo. Oh, eerlijk inderdaad, ja. Ja, ik heb hem. Je hebt natuurlijk helemaal opgedronken, die beker. Zeker. Een refill. We daar nog refilletjes. Milo. Iemand heeft zijn boek daar laten liggen. Ja. Nee, ja, deze gaat winnen, man. Deze gaat zeker winnen. Champagne moet ik altijd boeren laten. Ik heb het niet goed luisterd. Het liet je al weer een veel te harde boer toen die camera eruit was. En dan gewoon die hele rol boter in, Mick. Ik word zo moe van die vent nu, hoor, joh. Hier durfde ik hem echt niet hard te doen. Nee. Dus deze kan niet winnen, want hier hield ik me echt in, man. Jongens, het zal mij benieuwen. Hebben jullie voorkeuren? Ik vind het goed. Het zou leuk zijn als Rutte wint, hè? Oké. Okay. Het meest asociale moment in de bankzitten video van 2023. En dat zijn er niet veel geweest, hè, dit jaar. Is geworden. Milo moet in restaurant Bratislava. Heb je nog fietsjes of zijn ze op? Ah, daar ben u weer! Denk ik, hallo. Je blaren je voeten van de hele weer lopen, man. Ja, ik heb een schoen even uitgedaan. Ja, alsjeblieft. Meest asociaal. Geweldig! Wat is asociaal aan boeren? Ik heb geen idee, maar blijkbaar vinden jullie het wel. Dat vind ik tof. Bedankt voor het zijn mensen. Shout-out naar jullie en blijf keep on boering! Tot zo, hè. Jongens, volgende categorie. Is er eentje die wij zeker niet kunnen winnen? Dat is een waardering van onze editors. Oh, loonslaafjes. Ik ben Milo en ik ben kaal, maar vooral echt teringdik. De leukste edit van 2023. Okay. Dus we gaan even een greep... Maar weet je dan ook wie het geëdit heeft? Dat weet hij zeker geen zelf. Laten we gaan kijken naar wat leuke edits. 1, 2, 3. Bling, klong. Wat nu als ik aftrekken laat zien? Wat? Nou, wil je mijn toverstaf? Nee, ik heb geen toverstaf nodig. Ik heb mijn eigen methode. Kowa Boega! Tot ziens! Ik heb dus een bloedvinger. Ongesteld. Ik ging gisteravond dus toen ik thuis kwam in het donker. Ik steek hem zo vol in dat gat. En het was heerlijk, kan ik je zeggen. Geef me 1K en ik doe het. Dat is high level everything. Zo! Hoe moet ik in het nou? Hoe moet ik in het nou? Zo ja! Zijn we klaar voor? Ja, kom maar! Deze video is niet normaal. Deze is echt goed, man. En maar even, dit moet wel tukkertje sterren zijn. Oh, wacht even, het waait! We hebben bezoeken! Ze ruiken die Mackie! Ze ruiken die Mackie! Marke, een patatje oorlog en een hamburger. De beruchte vleesvulkaan slaat weer toe en begint aan zijn volgende snack.
Het lijkt erop dat de verdachte ons even in het zicht heeft. Maar daarna richt hij zich toch weer op zijn slachtoffer. Oh, heerlijk zeg. Ik dacht dat we naar de genomineerden gaan. Kijk, wij zijn natuurlijk leuk, maar we zouden niks zijn zonder onze fantastische app. Ja, niks. Nog steeds vrij leuk. Je kan ook even in 5 seconden wel aardig zijn. Ik wil in 5 seconden compliment. Zeg even dankjewel, Ertus. Ik wil onze Ertus ongelooflijk bedanken. Zij maken de video's. En krijgen loonsverhoging. Maar, wat waren dan de leukste edits? Simpel, maar wel leuk. Jezus. Mat start in. Ik kan me dit toch even een riet aftrekken voor jullie? Ja! Alsjeblieft, Koen, je kan het zo goed. Ik vind het helemaal niet leuk meer. Ja, hier zien we het heel duidelijk. Robbie wil insturen in bocht 1, maar daar staat gewoon iemand stil op de baan. Ja, en dan hebben we hier een stilstaand voertuig, waardoor Van der Graaf geen kant op kan. Ja, en wat gebeurt er dan? Ja, dan is er gewoon geen aanrijding. Die aanrijding is niet te voorkomen. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, is dat een landbal schrikt en de controle over het stuur verliest, waardoor hij keihard tegen Van der Graaf aanramt. Ja, en dan heb je dus twee landballen die er eigenlijk helemaal geen kloten van kunnen. Christian, bedankt voor je analyse. Ja, die is goed. De eerste indruk is romig, een soort zaad. Trouwens, ondertussen, terwijl we jullie aan het filmen waren, druppelde hier van boven het luifel echt vol in een glas regendruppel. Er is vanmiddag een regendruppel van een luifel gedonderd en in een glas Aperol geflikkerd diefstraald. Volgens experts heeft dit te maken met klimaatverandering. Je weet toch, broer? En nu ga ik lekker over in het Chinees. Dajia hao. Fan zeng nie gan budong. Suoi bi sui. Het slaat helemaal nergens op. Ja, die laatste is wel echt mijn favoriet. Ja, 100%. De leukste edit van 2023, gekozen door jullie thuis, is uiteraard internationaal regendruppel covered. Yes. Hij komt je kant op. Tom, Sven of Anton. Ik weet niet wie heeft hij gemaakt. Ik denk Anton met AI. Anton, gefeliciteerd jongen. Dus de volgende is een leuke. Het is namelijk de domste uitgave van 2023. Als dat niet Milo's bril is. Maar het gaat dus niet om de grootste uitgave. Hè? De domste. Laten we, ik ga wel, want nu zitten mensen twee in de auto, dus nu is dat niet grappig. Ik ga niet heel veel Big Macs bestellen. Ik wil graag 10 Big Macs. 1 Mac Croquette, 1 McWrap, nog 1 Big Mac erbij. En dan 1 Big Mac menu. Wil jij ook wat? Nee. En nog 1 Big Mac. Wat willen jullie? Ik wil graag een. Dat was hem, ja. Dankjewel. Je denkt, dit vindt hij leuk. Dit is zijn humor op beeld. Dit doet hij gewoon altijd als we met z'n allen naar de Mac gaan. Ja, wil jij hem voor mij kopen? Nee? Alsjeblieft. Kom op, het is maar 900 euro. Wil je hem voor mij kopen? Dan heb je toch licht? Wil je hem voor mij kopen? Nee. Zeg even ja. Ik had echt verwacht dat jij hem voor mij zou kopen. Die PSV-ballen, hè? Je weet wel dat je daar een verloren Mac voor betaalt, hè? Bruh. Dus is het even weten. Die ballen kosten 25 euro per stuk. Voor mij zijn ze allemaal lekker, als ik het zo zie. Nee, dit zijn gewoon die Calimero-hoedjes. Dat is leuk, boodschappen doen. Dit was een domme aanval. Dit was dom, jongen. 25 euro per bal. Ik wil graag een Mac Croquette en een Big Mac. En een Big Mac. En nog een Big Mac. En nog één Big Mac. En kipnummer 6. En nog één Big Mac. En nog één Big Mac. Nog één homestyle crispy chicken honey mustard. Menu. En een Big Mac. En een Big Mac. Zonder chocola. Ja, en nog één Big Mac. What the fuck? Eén Big Mac. Ben ik? Ja. Ik wil graag één Big Mac. Nou, dat is echt de laatste keer, maar nog één Big Mac. Ik wil trouwens 2 Big Macs. Nee, je kan de teams krijgen. Nee, er mist nog een Big Mac. Nee, maar 5. Nee, er mist nog één Big Mac. Jezus. Maar ja hoor! Ik ben ook een man met dromen. Ja. Ja, maar wat is dit dan? Ja hoor! Dit is de American Dream. Ik ben een kartje. Ik heb allemaal shorts en ik heb een Burberry overhemd van 700 euro. Heb je dit nog wel eens aangehad? Ja, één keer met een optreden. We hebben anderhalf uur in de Quarkomedic gezeten. Ja. We moeten even iets leuks gaan doen. Als je die afschriften ziet op je rekening, dan krijg je een paar dingen. Ja, nou, ik moet eens even kijken hoe ik dat thuis ga uitleggen. Die ziet allemaal dingen binnenkomen. 2 euro, 2 euro, 2 euro van een massagemedic. Van de gezamenlijke rekening heb je dat gedaan ook? Ja, de huisrekening. Nou, daar gaan we. Ja, terecht. Dit heeft ons heel veel geld gekost ook. Can I order here? Oké, what can I order? Are you looking for like gummies, chocolates? Chocolates. Yeah, let's do 5. Maar waarom geef je mij 100 euro hieruit? 100 euro? Kan je zeggen, sorry, we only just need one. Nee, dat ga ik niet zeggen. Want er staat hier, all sales final, no returns. Ja, dit was een schande. Ik had er echt error. Ja. Omdat ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Omdat er drugs in zat in die video, heeft hij geen advertenties. Nee, dus heeft ons oprecht duizenden euro. Ja, ik heb er wel een leuke avond op les. Ja, dat wel, ja. Een ritje in de London Eye is al best wel duur. Ja, is 50 euro per persoon. Ja, alleen een privécabine kost dus met Champy 850 euro. Nou, dat slaat helemaal.
helemaal nergens op. Ik weet niet wat nuttelozer is dat ik met een lege koffer naar Vegas ga of dat Milo weer een nieuwe zonnebril koopt. Je hebt echt serieus al 12 zonnebrillen ofzo. Ja, maar normaal doe ik het echt voor de grap, omdat ze heel lelijk zijn. Jimmy, 111 euro! Ik koop gewoon een mooie zonnebril. Laat eens even zien, wat heb je gehaald? Het is gewoon een goed merk, je mag aan een mooie zonnebril. Dit is helemaal geen Yoohoo merk. Wat zit je mij nou belachelijk te maken? Echt niet goed bij. Ze hebben hier 300 euro voor betaald. Joehoe! Iconische bril, man. Iconische bril. Zien jullie wat ik zie? Een casino. Nee, ja, oké. Maar ik bedoel meer die hele dure winkel waar we nu een beetje aan het scouten zijn. Jimmy. Maar jij denkt dus, ik heb een lelijke bril, ik ben hem kwijtgeraakt. Het is geen lelijke bril, het is een fucking oké, jij denkt ik heb een fucking spangen bril, ik raak hem kwijt. We gaan er nu aan. Nee, ik ga hem zeker nog kaden, want het gaat me niet gebeuren dat ik de hele week al geniet van een bril, raak ik hem kwijt en eigenlijk op het hoogtepunt van de week heb ik hem niet. Ik wil niet enthousiast zijn, maar we weten niet of de bril er is. Ja. Dat links op. Even kijken of hij nog staat. Maak me maar belachelijk, noem me maar een spektief. Net zo gespekt is mijn rekening, spraak niet. Dit voelt vertrouwd. Met dit rode pak staat hij hier nog beter. Ik ben zo blij. Ik had hem helemaal erbij neergelegd van ik ga zonder die fucking vette bril ga ik die 10k binnenhalen. Maar nu, dit is echt beter. Ken je het fenomeen dat je na de douane zogenaamd met korting kan shoppen? Ja. Wat heb je in Nederland voor dit ding betaald? 311 euro. Waarom de fuck is hij hier dan 350 euro? Weet je wat het erg was? Zij zei ook tegen mij, ik heb je pin nodig. Dus ik druk mijn pin in en toen ik betaald had, zag ik pas wat ik betaald had. $450? Ja, man. De bril nog een keer. Die tweede, want dat is heel dom, ja. Ik moet zeggen, hij staat je echt goed. Ja hoor, ik heb hem gewonnen, jongens. Deze ga ik niet echt halen, ik kan bijna niet. Deze is nog zoveel erger dan die Asje 2. Als ik hiervoor moet betalen, spring ik voor een trein. Ga ik zeggen. Roel, vreselijk bedankt. Onwijs bedankt hiervoor. Misschien kan je even afrekenen met de mannen. Geweldig. 1100 euro voor een zonnebril. Jezus. Ja. Ah, ja. Ik vind het prima uitgave. Het kost me namelijk helemaal niks. Nee, dus ik vind het ook eigenlijk helemaal prima. Nee, het was ook niet nutteloos voor mij. Want ja, ik heb erom gelachen. Het kost me niks. Maar de kijkers bepalen uiteindelijk wat de domste uitgave is. Het kan 60% dat een bril is. Dan kan het denk ik wel 100% dat een bril is. De winnaar van de domste uitgave 2023 is uiteraard, zou ik willen zeggen, de Balmain-bril van Milo, die laatste. Wat een soort duo-prijs. Oh ja, ik heb hem gewonnen. Roel heeft betaald. Roel heeft betaald. Ga je gang, Roel. Deze mag jij op je naam schrijven, jongen. Domste uitgave van het jaar. 1100 euro voor een Balmain-bril waar menig bouwvakker jaloers op is als hij de lastwerken ingaat. Zeker, en het mooiste is dat Milo hem gewoon 2 weken lang kwijt was. En niks over heeft gezegd. Sterker nog, kwijt. Je wist niet waar hij was. Ik bewaar hem in de auto van mijn goede vriend Koen. Een hele veilige en logische plek op mijn bedrijf. Toch? Zo gek is het toch niet? Dankjewel. Jongens, tijd voor de laatste categorie en misschien wel de belangrijkste, de leukste, beste video van 2023. Rob is weggestuurd, want hij zit niet in de meeste video's. Ja, dus, en daarnaast, de we nemen dit op dinsdagavond. Ja, wat denk je? Facebook. Maar dit is misschien nog leuk op laten zien. Dat is wel Rob's. Ik zie hem ook weer. Dat is echt zielig. Hij wil echt niet over praten. Beste video van 2023. Belangrijk. 5 genomineerden. We gaan meteen door naar de 5 genomineerden. Zo maar in je mond. Hop. Jij roept al 50 keer dat die boven de frisie zo goed gaat zijn. Boven de frisie is sowieso goed. Dan trek je er toch een beuken van een burger uit, jongen. Hop. Komt ie, hè? Beuken van een burger. Let op. 3, 2, 1. Hup! Het is een milkshake aardbei. Ja, joh. Hele heerlijke romige melk. Als dit echt een spel was wat je kon spelen, denk ik dat echt veel mensen dit zouden doen met een vriend. Ik zou het oprecht nog een keer willen spelen. Ja. Stel, wij leggen hem, hè? Dan moeten jullie hem leggen, want dan ligt hij van ons. Moeten wij hem leggen, want dan ligt hij er van jullie. En dan leggen wij. Dan moeten wij er weer op. Nee, want dan hadden we al 4 op rij, toch, vriendpan? Heb je toch niet 4 op rij? Jawel, jongen. Dan liggen toch 3 rooien voor ons naast elkaar. Ja, maar die blokken wij dan toch? Je zegt net dat wij die moesten leggen. Wij, jullie. Dit is dus de best bekeken video van het jaar. Oh, maar oh, ja? Het betekent natuurlijk niet automatisch dat hij dan het beste gestemd wordt. Best bekeken video van het jaar is Febo 4 op een rij. 2 miljoen. We hebben dus bijna 2 miljoen mensen gezien dat Roel 4 op een rij niet snapt. Dat is nog steeds niet. Die moet dus 4 op een rij. Oh, oh. Volgende vid. Nu is hij weg. Ja. Dit is echt een heel lelijk shot. Zitten, ja, we gaan even een karikatuur maken. He looks like Prince William. Yeah. Ik ben benieuwd wat hij met mijn haar gaat doen. Aangezien de karikatuur is, maak ik me nogal zorgen. Ik moet zeggen. Is het niks? Ik weet niet of hij het Nederlands verstaat, maar dit is echt een koude, slechte, lelijke tekening. Echt bizar. Mooie stad ook, hè, Parijs. En heeft de traditional plates fajita en dan? Pollo. Fajita pollo. Dit is echt voor mij misschien voor ons wel de leukste video van het jaar. Dit was echt geniaal. Ja, het lijkt helemaal door. Ik moet eruit. Hop, druk me los. Oh nee! Als ik normaal loop, dan komt mijn broek op mijn ding. Dit is wel echt een heerlijk voor type schoren. Wat de fuck is dit? Dat is tonijn. Dat is mashed beans. Dat moet je zelf dus op je wrap doen en dan eten. Wat de fuck is mijn wrap? Gewoon nee. Gaat er nu op. Op die motorkap.
Dit is 40 minuten lang genieten. Ja, zou ik vooral iedereen aanbevelen. Kijk tip, kijk hem gewoon nog een keer. Jongens, ik ga even pissen in deze bak. Staat hij met dat linkerhandje te pissen hoor. Haatje kratje natuurlijk. Je weet het gewoon, het is gaan winnen. Ik ga kotsen ook. Ik ook man, ik voel het. Ik voel het opkomen. Dit gaat helemaal niet goed met mij. Ik vind het zo mooi dat hij gewoon gaat pissen met nog twee beeldjes te gaan. Moet je nog twee? Waarom heb ik een gele broek aan? Ja, weet ik ook niet waar die vandaan komt. Ik weet, het is geen klein tasje. Zijn er 8 keer eierballen? 8 keer. 8 keer, oké. Okay. Dit is misschien mijn favoriet wel hoor. Ik zeg al van sorry, ik verwacht niet dat het heel lekker gaat ruiken hier in de bus. Het rijdt echt naar Brie. Maar als er 1 is... Nou, dat kan niet. Het zijn sowieso meer. Alleen... Ja, die is... Dat is gewoon een oliebol. Dus hey. Watermeloenen zijn dat zeg! Hey, ik wil even trouwens wel een kleine shout-out doen naar de video's die meer korter geleden online zijn gekomen. Bijvoorbeeld de Pumpgolf. Ja, die Olympische Spelen. Dat soort video's die zijn niet meegenomen in de stemronde, want daarvoor moest natuurlijk al die stemming gedaan worden. Dames en heren, het was echt de makkelijkste overwinning voor alle categorieën wat hier gewonnen heeft. De winnaar van beste video, besloten door jullie, is uiteraard Handje Kraantje geworden. Het schuurt tegen het randje aan, dit kan je eigenlijk niet uitzenden en daarom vinden jullie het zo leuk. Dames en heren, bedankt voor het stemmen allemaal. Beste video's als je kratje geworden. Op naar uiteraard weer een nieuw jaar met vol nieuwe leuke content en nieuwe leuke categorieën. Vol. Ja, precies. Kom, Kees, snap je toch? Het was me het jaartje wel. Eigenlijk is het misschien wel ons beste jaar tot nu toe. Ik vind het persoonlijk het beste jaar. Dat zeggen we elk jaar. Dat betekent dat we zo zijn, hè? Vooruitgang. Hoppa, stijgende lijn doen we dan. En ik wil nog even zeggen, wij zijn 5 bankzitters en je ziet ons voor de schermen. Maar achter de schermen werken wij alleen maar met de allerbeste mensen van Nederland. Ja, en jullie weten het. Ja, en met die camera. Video. Ja, en die ZZP'ers. Ja, die ZZP'er. Ja, het zijn niet alleen de editors, het is ook de productie, het zijn de financiële mensen die zorgen dat wij en Rob zich niet daarop hoeft te focussen. De office manager, de social media manager, de stagiaires, grafische managers, de account managers, top filiaal manager, voetbal manager, die Braziliaanse schoonmaakster, die hebben we ook nog. Mensen, we sluiten hem af. Geniet van je jaarwisseling. Geniet van het leven. En dankjewel mensen voor het kijken dit jaar. En als iemand nog een Cobra 8 wil kopen, even. Ik heb wat over. Je hebt niet die nieuwe auto ook in dat... Ja, middenconsole, ja, zit heel veel. Ja. Maar ik ga dit even iets zwaarder spullen. Bro, wat is een middenconsole? Een Cobra 8.